De laatste eer bewezen aan Osama Bin Laden. De grensrechter werd vorige week zondag ernstig mishandeld door spelers van de Amsterdamse club Ajax. En een dag later overleed hij aan zijn verwondingen. In het crematorium stond een erehaag van ongeveer 400 jeugdspelers van Feyenoord. Dat is de club van de 41-jarige grensrechter. En toen de stoet voorbij kwam, gooiden enkele spelers een rode roos op de rouwauto. Begeleid door applaus. Gisteren liepen in Almere zo'n 12.000 mensen mee in een stille tocht voor Osama Bin Laden. Is een liedje en het gaat je irriteren.